Niet alleen Schiphol had last van de storm op woensdag 3 januari. Ook in onze regio ging het flink tekeer. Vanaf 4:30 in de ochtend is de brandweer van Maartensdijk, Groenekan en Bilthoven druk geweest met het opruimen van bomen en het uitvoeren van noodreparaties aan daken, zoals hier in Maartensdijk, waar het platte dak op het Maartensplein was losgekomen. Met behulp van de ladderwagen uit Bilthoven en de lokale loodgieter lukte het dak te stabiliseren. In Groenekan hoefde de brandweer maar 200 meter te rijden om een dak aan de Koningin Wilhelminaweg te redden van vallende dakpannen. In Bilthoven heeft een enorme boom op de Rembrandtlaan het nieuwe jaar nog maar 3 dagen kunnen beleven, waarna hij omviel, net als deze berg op de Overboslaan. De bewoonster was met de aannemer aan het bellen in verband met wat dakpannen die losgekomen waren, toen zij de berg die voor het huis stond op zich af zag komen. Wonder boven wonder viel die op het balkon en het afdak boven de voordeur. Onder toeziend oog van John Tonen werd de boom vakkundig verwijderd zonder meer schade aan het huis te maken.